Welkom allemaal. We zijn weer bij elkaar met z'n drieën. Dus vandaag zijn Jurk en Michael zijn erbij. En Jelmer helaas niet. Die komt er denk ik de volgende keer weer bij. We gaan Bijbel lezen. En dat doen we dan stapje voor stapje. We zijn begonnen met Genesis 1 vers 1. En we doen dat in het Nederlands, in het Engels. En nu ook, omdat Michael erbij is, in het Duits. En heren, hartstikke welkom jullie beiden. Wat fijn dat jullie er weer bij zijn. Ja, bedankt Perry. Alsjeblieft. voor die uitnodiging voor uw show. Ja. Het is uw show. Het is van jou, want wij maken die ja in Nederlands. En ja, ik denk dat we ook deze keer heel veel plezier hebben van die Bijbel in drie talen. Huh? Ja. En dat mensen dat goed gaan begrijpen, dat het woord op een goede manier overkomt. En dat we het hier hebben over iets wat, het Engels dat komt uit 1611. Het Nederlands wat we erbij halen, dat komt uit 1637. En het Duits, wat dan jouw abteilung is, dat is uit het jaar 2000, hè? Ja, die noemt zichzelf 2000, maar ik ben niet zeker of dat niet... Misschien een paar jaar geleden was. Moet ik kijken. Ja. Die is van 2003 zeker gepubliceerd geweest. Ja. Okay. Dus in 2000 zaten er blijkbaar enkele mannen samen die dan die vertaling gedaan hebben. Uh-huh. En dus op basis van de originele Masoretische en originele Textus Receptus, gelijk bij de King James, die vertaling gedaan hebben, enkele jaren daaraan gewerkt hebben, dus 3 jaar, dan was ze gepubliceerd. En maar zoals we al vastgesteld hebben, ze heeft in vergelijking met de Engelse Koning James Bijbel wel fouten. Oh, oké. Okay. Ja. Maar die zijn we nog niet tegengekomen. In denk, wat we tot nu toe gedaan hebben, dacht ik. Maar of wel? Ik denk dat we hier ook al dingen tegengekomen zijn. En als wij ze hier in deze studie tegengekomen zijn, ik heb ja met Michael samen met Victor ook al de eerste Genesis kapitelen gedaan. Ik denk, daar zijn we tot kapitel 11 gekomen, hè, als ik niet mis ben. Zo lang geleden. Heel lang geleden, dat wist ik. Ja, dat is heel lang geleden. Ja. Maar daar zijn we dan nog een paar fouten tegengekomen. En sowieso constant doen we dat, als wij... Michael legt altijd de Finger bijvoorbeeld op Jesaja 14, waar je dus mit der Vertaling von Lucifer und Morgenstern eine andere Vertaling hebt. Mhm. In het Duits in plaats van in het Engels, daar is de Koning James. Die Koning James Bijbel is gewoon ongenaakbaar. Die enige waar ik nu niet echt een fout gevonden heb in directe vergelijking is die Statenvertaling. Die is wel zeer, zeer schitterend gedaan. Ja. Ja. Waarom dat we nu per se deze Bijbelstudie in drie talen moeten doen, weet ik nu ook niet. Het is eigenlijk genoeg als we het in één taal doen. Maar ja, Michael spreekt natuurlijk nog altijd beter Duits als Nederlands. Dus voor hem helpt het om Duits dan mee bij te nemen. Ja, dat zou niet veranderen als ik 80 jaar oud ben. Ik denk dat ik dan steeds beter Duits spreek dan Nederlands. Maar ik denk, het belangrijkste voor deze lessie is dat ik een beetje oefenen kan Nederlands te praten. Ja, zo heb jij er ook wat aan. Ja. Oké. Okay. Nou, Jurk, we zijn vorige keer gebleven bij vers 12 van hoofdstuk 8. Ja, dan gaan we nu verder dus met vers 13 in Genesis 8. Hè. And it came to pass in the 601st year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from off the earth. And Noah removed the covering of the ark and looked, and behold, the face of the ground was dry. And in the second month, on the 7th and 20th day of the month, was the earth dried. Ja, en zover zal ik het maar een keer laten. Ja, daarnaast okay. Komt tot Noah en dan zullen we dat een keer daarna. Ja, dat vind ik een hele goeie. Nou, en in het Nederlands staat daar... En het geschiedde in het 601ste jaar, in de eerste maand, op den eerste derzelver maand, dat de wateren droogden van boven de aarde. Toen deed Noach het deksel der ark af en zag toe hoe... zag toe en ziet, de aardbodem was gedroogd. En in de tweede maand,
op den 27e dag der maand was de aarde opgedroogd. Right. Nu in Duits. Ja, graag. Und es geschah im 601. Jahr, am ersten Tag des ersten Monats, da waren die Wasser von der Erde weggetrocknet. Und Noah entfernte das Dach von der Arche und schaute. Und siehe, die Fläche des Erdbodens war trocken. Und im zweiten Monat, am 27. Tag des Monats, war die Erde ganz trocken geworden. Yes. Ja. Daar heb ik hier gelijk een vraag over, want er staat hier dan, and it came to pass in the 601st year. En hoe is die telling dan? Want dit kan toch niet het zoveelste jaar zijn sinds de schepping, of wel? Nee, het gaat over de leeftijd van Noach. Aha. Noach was 601. Ja. Dat hebben we, denk ik, eerder ook gelezen, hè? Was mm-hmm. dat niet zo? Ja, dat kan. Wat is dat hier? Vers 4, vers 5. Het staat daarvoor toch ook ergens. Het is een beetje verwarrend dat ja, we dat niet samenhangt. Kapitel 7, vers 6, dat staat dat Noah 600 jaar oud was, als die sintvloed kwam. Ja, ja precies. Ja. Ja, ja. En het is in het kapitel daarvoor, in Genesis 5, dan zou dat moeten zijn of zo, waar daarin staat hoe oud Noah was als God hem vertelde dat de zonvloed gaat komen. Mm-hmm. En hij krijgt, voor zover dat ik verstaan, ergens stond er iets in met 500 jaar, dacht ik ergens iets. Ik ja, weet het nu niet. Maar in elk geval dacht ik dat er daarin stond dat hij de mens 120 jaar wil geven. Mm-hmm. Nu weet ik niet precies waar dat staat, hè? Met die 120 jaar. My spirit shall not all dwell with men. Dat is in kapitel 6 en vers 3. Ah, ja, ik ben juist kapitel 6 aan het lezen, ja. Ja, ja. Ja. And the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. Ja? En daarna komt dat met die reuzen, ja, in vers 4. Ja. Daar hadden we het al over. En volgens mij is dat in tijd 120 jaar, dan zegt hem tegen Noah dat hij die ark moet gaan bouwen. En dus Noah krijgt in feite 120 jaar in tijd om die ark te bouwen en ook natuurlijk om de mensen te bekeren. Hè? Mm-hmm. Het is ja niet zo dat God alle mensen heeft willen verzuipen, hè? Hij heeft die mensen de tijd gegeven om zich te bekeren. Ja. Ja. Maar dat hebben ze niet gedaan. Gelijk dat ze dat vandaag de dag ook niet doen. Hè? Nee, gek hè? Ja, hij zegt hier in vers 14, make thee an ark of gopher wood, room shalt thou make, enzovoort, enzovoort. Dat zegt hem hier, Noah begets 3 sons, and these are the generations of Noah, but Noah found grace in the eyes of God. Ik weet niet waar hier ergens iets van zijn leeftijd staat, maar ik dacht dat er ergens iets stond van 500 jaar of zo. Ik meen het altijd zo verstaan te hebben dat God tegen Noah zei dat hij die ark moest gaan bouwen en dat dan hij en zijn familie 120 jaar tijd hadden om de mensen te bekeren en iedereen die bekeerd was mocht mee op den boot, maar blijkbaar heeft zich niemand niet bekeerd. Ja. Ja. En dus gaan we dan verder in Genesis 7. Ja, en in vers 6 staat dan, Noah was 600 jaar oud als de vloed van de waters op de aarde kwam. Dus hij zou dus 480 jaar oud geweest zijn op de ogenblik als God hem bevolen heeft die ark te bouwen. En dan heeft hij al die tijd gehad om die ark te bouwen en dan met de beesten daarin te gaan. Ja. En dus hij was 600 jaar oud en dan gaan we in Genesis 8 vers 13 verder lezen waar dan dat staat... In het 601e jaar, ja. In de eerste maand. Ja. Dus daar is hem dan 601 jaar en in de eerste maand. Dus daar gaat het over de leeftijd van Noah. Ja. En dan zijn de wateren opgedroogd. En we hebben daarvoor gelezen dat het 5 maanden waren. Hè? 150 dagen. Hè? Mm-hmm. Hebben wij gelezen. Hè? Dat het dus geregend heeft en alles. Maar ja, het mag dan zo lang regenen. Allee, het heeft 40 dagen geregend, zeker. En alles was opengebroken. En heeft 150 dagen geduurd tot opengebroken was en al.
En nu gaat dat dus terug opdrogen. Dat duurt dus allemaal een beetje langer. En dat is dus wat we nu gelezen hebben. Hè? Ja. En dan is in de tweede maand van de 27e dag van de maand was de aarde gedroogd. Trouwens, ik weet niet of het jou opgevallen is. In Engels leest het zich ja in vers 14. Mm-hmm. And in the second month, on the 27th day of the month, the earth was dried. Mm-hmm. De telling hier. Op de 27e dag van de maand. Ja. Weet je, ik heb vaak problemen om getallen uit te spreken. Dan ook in de juiste taal, omdat je soms talen hebt, daar zet je eerst de tientallen mm-hmm. en dan de eentallen. Ja. Ja? We zeggen in Duitsland bijvoorbeeld 27. Ja. Mm. En in Vlaams 27. Ja. Maar bijvoorbeeld in Frans zeg je 27. Ja. Daar zeg ja. je eerst de tiender en dan de enkelgetallen. Ja. Het is ja eigenlijk ook logisch dat je eerst die enkelgetallen zegt en dan die tiengetallen. Maar ik wil maar zeggen, daar is dus ook een verwarring in de verschillende mm-hmm. talen vandaag. Hè? Mm-hmm. Als je daar een keer over nadenkt. Ja. En hier staat het dan 20. In de. Ja, hier staat het dan netjes, vind ik dan. Zoals wij het ook ja, zeggen, 27. Hier staat het gelijk dat wij het vandaag ook zeggen. Maar dan heb je talen, gelijk bijvoorbeeld Frans. Mm-hmm. Daar zeggen ze 27. Ja. 38, 49. Ja. 69. Ja, precies. Ja, zo van die getallen, hè, waar je eerst de tienergetallen en daarna de dingen. En in feite, moet ik eerlijk zeggen, vind ik de Franse versie ook niet slecht. Want dan zeg je eerst die tienergetallen, dan weet je tenminste wat. Als je bij wijze van spreken bij ons dicteert, schrijft een keer 27. Ja, dan moet je van, ja. De 7, maar de 7 schrijft er wel als laatste tal, hè? Ja. Ze moeten eerst horen en dan kunnen we in feite pas schrijven, hè? Ja. Ja, als wij het von rechts nach links schreiben, dann soll es juist sein. Ne? Ja. Soll es juist sein. Maar dan moet ik kan toevoegen dat in het Engels zeg je bijvoorbeeld weer wel 17. We zeggen dus niet 10, 7. Dus bij dat je dat 20 getal, de 20e, dat je de tiental als eerste noemt, doen ze alleen vanaf 20 en niet daarvoor. Dus 17, in de Fransen ook hoor. Nee, de Fransen niet. De Fransen zeggen 17. Dus die Fransen zijn wat dat betreft consistenter. Kijk, een punt is hier in de Koning James staat het nog op een oude manier. Ja. 27. Ja. Vandaag zeggen we 27 ja. in Engels. Ja. Zie je wel, die Engelsen die deden dat wel ooit netjes. Juist. Dat is juist wat ik aan die Koning James zo apprecieer. Ja. Vandaar zeggen ze 27 of 38 of wat weet ik. Dus eerst de 10 getallen en dan de enkelgetallen. Ja. En hier hebben ze het nog andersom gezegd. Wat ja in een decimaalsysteem ook logisch is, dat je eerst die kleine en dan die grote taal zegt. Want je gaat van klein naar groot. Hè? Ja, natuurlijk. Dat is maar even om ons erop te wijzen. Van, we staan er zelfs niet bij stil. Hè? Op de 27e dag, maar we zeggen toch vandaag 20e en 7e dag. Mm-hmm. Dat is omgekeerd. Hè? Ja. Dat is dan de moderne ontwikkeling. En die maakt alles niet echt makkelijker. Hè? Nee. Zo leuk. Kijk, dat is dan toch weer zinvol dat we dit in al die talen eens even lekker laten passeren aan de revue. Ja. Nou, wat mij betreft mag je hem doorpakken. Bij 15. And God spake unto Noah, saying, go forth of the ark, thou and thy wife and thy sons' wives with thee. Bring forth with thee every living thing that is with thee, of all flesh, both of fowl and of cattle, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful and multiply upon the earth. Right. Ja, hier ga ik stoppen. Ja, is goed. Pak ik hem ook op. Toen sprak God tot Noach, zeggende, ga uit de ark. Gij en uw huisvrouw en uw zonen en de vrouwen uw zonen met u. Al het gedierte dat met u is, van alle vlees aan gevogelte en aan vee en aan al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan. En dat zij overvloediglijk voorttelen... voorttelen op de aarde en vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen op de aarde.
Soms is het oude Nederlands moeilijk, hè? Ja, voortelen. Voortelen? Voortelen, ja. Nou, en dan het mooie Duits. Ja. Da redete Gott zu Noah und sprach, geh aus der Arche, du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alle Tiere, die bei dir sind, von allem Fleisch, Vögel, Vieh und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, sollen mit dir hinausgehen und sich regen auf der Erde und sollen fruchtbar sein und sich mehren auf der Erde. Yes. Ich habe hier eigentlich zwei Abmerkungen über was ja, bei Jörg gelesen habe. Ich hab eh eine Abmerkung. Gut, mach ich eben beginnen oder will ich erst? Ja, tu mal. In Vers 17 steht in the Koning James of all flesh, both of fowl and of the cattle. Da steht das Wort both, beiden, mm-hmm. ja, van gevogelte en van vierfootige dieren, of hoe je dat vertaalt naar Nederlands. Vee. Daar staat ja. both. In both staat erin, omwille van dat die zin zo echt zin maakt, ja, dus zinnig is. Maar het staat in cursief gedrukt. Mm-hmm. En de Koning James Bijbel verklaart dat alle cursief gedrukte woorden zijn die niet in de origineeltekst zijn, maar die voor een beter begrip van de vertalers, van de tolken, mm-hmm. mee toegevoegd zijn. Maar omdat ze wilden duidelijk maken dat zij dat toegevoegd hebben, willen ze ons de mogelijkheid geven om dat met of zonder die woorden te lezen, dan maken ze dat kenbaar, mm-hmm. kenbaar doordat ze dus in het cursief gedrukt zijn. Mm-hmm. En als je nu naar de Statenvertaling gaat, daar zie ik geen cursief gedrukt woord. En mm-hmm. in de Duitse vertaling zie ik ook geen cursief gedrukt woord. Want mm-hmm. in feite staat hier bij Duits, alle tieren die bij dir zijn, van allem vlees, vogel, vieh en alles, van allem vlees, van allem, mm-hmm. dat zou de juiste vertaling zijn van dat woord boos. Want daar gaat het over twee. Daar gaat het alleen maar over vogel, vee en alles gewoon. Dus mm-hmm. Die Duitse vertaling is daar ook weer anders. En heeft daar blijkbaar woorden toegedicht die daar in de origineeltekst niet bij staan. Waar ze in de Koning James duidelijk zeggen van kijk, dat woord both, ja, mm-hmm. dus gevogelte en viervoetige beesten, dat both hebben wij toegevoegd. Ja. En dat is niet in de Koning James en ik zie het ook niet in de Statenvertaling. Nee, heer, dat woordje alle in de Statenvertaling had dus eigenlijk dit stukje schuin moeten staan. Bedoel je? Ik weet niet of het van alle vlees. Ik vind in de Statenvertaling is het anders vertaald, want het gebruikt niet. Van alle vlees. Gezegd, moeten ja. hebben van beide vlees. Ja, nee. Gevogelte. Van alle vlees. Ja, precies. Vee. Ja. Van ja. alle vlees. Dat is dan hetzelfde. En dan en niet beide gevogelte en vee. Dat beide staat hier dan niet. Dus. Nee, dat staat hier dan niet. Dus precies. Dus waarschijnlijk dan is de Waarschijnlijk is hier de Statenvertaling dichter bij de echte vertaling. Ja. De Koning James gebruikt als hulpmiddel, als vulwoord both. Mm-hmm. Ja, om duidelijk te maken, zowel het gevogelte als cattle. Ja. Ja, om die twee te gebruiken. Maar in de Duitse vertaling is er geen enkele aanwijzing, ook niet van dat er ergens iets toegevoegd is van die woorden. Ja. Nee. Dus dat was zeker één opmerking die ik wilde gaan maken. Ja. En de tweede opmerking die ik wilde maken, en dat heeft te doen met de Statenvertaling alleen, dat vond ik heel fijn, mm-hmm. moet ik zeggen. Ik vind dat zeer positief. In Engels lezen we wife. In de Duitse vertaling lezen wij vrouw. Maar in de Statenvertaling lezen wij huisvrouw. Ja. En dan, dat vind ik zo mooi. Nu zullen die vrouwen allemaal zeggen, maar we zijn geen huisvrouwen, we zijn veel meer als dat en bla bla bla. Nee, ik vind dat juist goed. Mm-hmm. Iedereen krijgt in het huishouden zijn rol. Ja. En de vrouw heeft de rol van de huisvrouw, ja. voor het huis te zorgen. Hey, dat is een grote verantwoordiging. Hè? Mm-hmm. Dat wil niet zeggen van de was en de plas doen, zoals ze vandaag allemaal zeggen. Mm-hmm. Een huisvrouw moet voor heel veel in het huis zorgen. Ik vind dat juist een verheving van de vrouw in plaats van een vernedering. Om huisvrouw te zeggen. Ja, en ik vind ja. dat in feite veel positiever als alleen maar dat Engelse woord wife, mm-hmm. wat hier in dit geval met huisvrouw wel vertaald wordt. Wat wil zeggen dat wij van het Engelse woord wife een totaal verkeerd begrip hebben, blijkbaar. Ja. Waarentegen Duits alleen maar van een vrouw gesproken wordt. Ja?
waar man ja auch ein anderes Wort hat können kiezen. Man fällt nicht direkt einen, aber als wir eine Kehr in den alten Deutsch gehen suchen, dann müssen wir ja eine Kehr davon ausgehen, originell ist die Bibel ja nach Deutsch verteilt durch Martin Luther in den Zeit von der 1520er Jahre. Da haben sie auch noch andere Worte gebraucht. Da hat man mich auch ein anderes Wort können gebrauchen als allein mal Frau. Kann ich auch mal direkt bei Martin Luther in die Bibel ist nachkriegen. Kann ich direkt ist nicht tun, weil Michael hilft ja auch noch im Abmerken. Ja. Ja, ja, die ich habe, hey, da ist ein hellrot Verschrill vor die Vers 17 zwischen die englische King James und zwischen den deutschen Schlachter und sagt in der King James every living thing. Und in der deutschen Schlachter vertellt er mit, ist es nö, alle Tiere. Alle Tiere, ja. Ja, alle Tiere, ne? Das the living thing muss just vertellt werden in Deutsch mit alles Lebendige. Ja, ja, ja. Ja. Das hat fand ich hilf verrassend, ja, dass die das in den Deutsch nicht just geplatzt habe. Ja. Every living thing. Ja. Und dann das über die Hausfrau, beispielsweise. Ne? In der Luther von 1545 steht darin, du und dein Weib, deine Söhne und deine Söhne Weiber mit dir. Mhm. Ja? Von Tag zu Tag wird das Wort Weib in Deutsch allein mit einer heel negativen Konnotation noch gebraucht. Ja. Mhm. Und das habt ihr mit so vielen Dingen in Deutsch. Ne? Beispielsweise gelegt das Wort geil, ne? Das allein noch mal vor Geilheit, vor sexuelle Dinge gebraucht. Ja, maar ik denk, dat die feministische Bewegung da heel belangrijk is, dat die niet fijn vinden als je Weib zegt, ja, dat is voor deze zelfstandige Frauen ist das nicht das juiste Wort. Die haben eine komplett verschillende Meinung von die Wort Weib. Ja. Ich denk ursprünglich was das nicht negativ gekonnotiert. Ich denke, das war ein heel gewohnes Wort für eine Frau, die misschien auch teus was. Die getraut was vor. Ja, getraut was. Getraut was, teus was, Kinderen abruht in diese Manier. Ja. Elke Mensch von frauelig Geschlecht ist bei Weise von Sprechen eine Frau, aber eine getraute Frau ist ein Weib. Ja, das ist auch mein Meinung. Ja, maar, ik vind dat goed dat het verschil toen was. Sorry, ik was daar niet. Ik vond dat niet negatief daar juist. Nee, ik heb dat juist als positieve bemerking geprobeerd te doen. Hè. Dat dat probleem is dat die rol van die vrouw nu in de 20e century. Ja, eeuw. In de 21e eeuw zijn we ondertussen al, ja. Ja. Ja, maar ook in de 20e eeuw, die rol van de vrouw heel verschillend is. En nu zouden ze meer. Op Karriere finden sie belangrijker dan thuis zu sein und Kinderen mit op de groei. Ich denke, das ist ein heel groot verschil tussen 1600 en 1950 of 1988 als je kijkt diese hele feministische Bewegung mit bijvoorbeeld in Deutschland alle Schwarze. En dus dat was niet in 1900 of 1850 of zoiets. Ja, daar heb je heel weinig vrouwen vinden kunnen die niet de klassische rollen hebben van een huisvrouw of housewife. En dus het heeft zich heel veel veranderd en ik denk niet dat het positief is. Ik denk dat het ein Teken ist, dass die hele Kreatie nur 180 Grad auf den Kopf gestellt wird. Hm? Ja, das finde ich auch. En nog even terug naar het begrip huisvrouw, wat ik even over kwijt wilde. In het Frans heb je het woord ménagerie. Mm-hmm. Dat betekent huishouding. En daar is het Engelse woord management aan gekoppeld. En management is absoluut geen ondergeschikt beroep.
Ja, in de regel is dat degene die de baas is. En dat klopt ook in die zin, klopt het ook dat in een onderneming is de manager degene die het overzicht heeft en het is niet degene die het uitvoerende werk doet. Een goede manager die zegt ook, ik heb geen verstand van zaken, dat heb ik, dat zijn de mensen voor die ik aanstuur. Die vertellen mij hoe het zit. Dus de goede manager die heeft eigenlijk een puur luisterende rol. Mm. Ja, dat is ja. Grappig. Als je een gewone man vraagt, die getrouwd is, en vraagt, ja, kan je dit doen of kan je dat kopen? En die vertelt u, oh, dan moet ik eerst mijn overheid vragen. Huh? Ja. Mijn regering vragen. Ja. Ja? Ja, ja. Ja. Ja, zeker, dat overleg. Dus wat die feministische vrouwen denken, dat ze dan streven naar of bezig zijn met het voor zichzelf creëren van een betere positie, dat ze dan vergeten dat de positie die ze in de steek laten, dat het helemaal geen ondergeschikte positie was. Hij werd zo weggeschilderd in bepaalde boeken en toneelstukken. En nou, dat is in het theater gebeurd. En wij weten dat theater, dat daar vaak een hele gedachte achter zit waarom er bepaalde toneelstukken worden geschreven. Met een bepaald idee erbij. Om vrouwen er in dit geval ervan te overtuigen dat ze een ondergeschikte rol hadden. En voor zichzelf op moeten komen, terwijl dat niet zo was. Ja, maar de Bijbel vertelt als wat die rol van man en vrouw is. Ja? Mm-hmm. En nu op deze wereld, op deze antichristische wereld, daar is voor de meeste vrouwen, daar is dat materiële, de geld, is meer belangrijk dan de familie. Ja. Dat is dat probleem. Die hebben niet de juiste niet de juiste moraal, ja. Die zijn zo manipuleerd, dat zij lopen naar de golden calf, het gouden kalf, ja. De gouden kalf, ja. Ja. En niet voor kinderen en liefde en familie en zo is. En kijk je hoeveel mensen vandaag single zijn of alleen wonen en scheidingen treurig, ja. Ja, en heel veel mensen, ook heel veel mannen, die denken, oh, dat is geen probleem, als ik genoeg geld heb, dan kan ik mijn problemen oplossen. En dat is niet juist, dat doe je niet met geld. Hè? Dan kan je geen vrienden of geluk of zoiets met kopen, hè? Dat gaat niet. Je hebt nou in Amerika, jij zal het wel kennen denk ik, en Jurk ook wel, maar even voor degene die hier naar luisteren. In Amerika heb je zo'n beweging en die heet MGTOW. Dat is een afkorting. En dat staat voor men going their own way. Het zijn mannen die zweren de omgang met vrouwen af. Want er komt niets dan ellende van. En die zeggen dan van kijk, wij zijn mannen. Wij vinden het leuk om te werken. Wij houden van die competitie. Dat zijn mannen die houden van competitie. Van lekker tegen elkaar opboksen. Mannen kunnen in de regel beter samenwerken dan vrouwen. En die mannen zeggen dus, kijk, we hebben alles prima voor elkaar. En een huishoudster, ja, die betaal ik wel. Ik heb een goede baan, ik draai zoveel k in de maand. En ik betaal een vrouw om bij mij de boel schoon te houden. En ja, die gaat aan het einde van de werkdag naar huis, die heeft de eigen sleutel. En als ik thuis kom, dan staat mijn eten staat klaar in de koelkast. En ik ben de koning in mijn eigen woning. En dat is de contra die je krijgt. En wat is dan het leven dat die vrouwen voor zich gecreëerd hebben? Dus, en ik zeg niet dat die MGTOW-beweging dat goed is wat die mannen doen. Ik kan me wel voorstellen dat er mannen zijn die daar inderdaad voor kiezen. Want ze horen die verhalen over mannen die kinderen hebben gekregen met vrouwen. En hoe die mannen helemaal uitgekleed worden. En zelfs alimentatie kunnen betalen voor kinderen die niet eens van hun zijn. Dus ja.
die MGTOW-Bewegung, zoals jij dat juist vernoemt, dat klingt voor mij in de oren zo als een mannelijke emancipatiebeweging. Ja. En zowel de vrouwelijke als dan ook de volgende mannelijke emancipatiebeweging hebben maar één ding op verschillende paar redenen, die we misschien een keer zouden moeten bespreken, aan de basis liggen. Waarom dat die gedaan worden. En dat is in de eerste plaats om de familie kapot te maken. Ja. Om de kleinste sociale cel die een nazi-rijk is, namelijk de familie, kapot te maken. Ja. Want dat is het fundament van een nazi. Ja, dat is het fundament van de culturele samenleving die wij hebben. Mm-hmm. Nederlanders leven onder elkaar omdat ze van dezelfde cultuur afstammen. Dat hebben ze gemeen. Ja. Dat delen zij met elkaar. En daarom komen ze ook bij elkaar wonen en komen ze goed met elkaar uit. Natuurlijk heb je die en daar wat rotte appels daartussen. Maar de culturele achtergrond is heel belangrijk. Mm-hmm. En we leven vandaag de dag in een wereld waar multiculti op ons geopdoctrineerd wordt. Ja. Of we dat nu willen of niet. En dat zorgt samen met het kapotmaken van de kleinste sociale cel, de familie, daarvoor dat we alleen nog maar uit individuen bestaan. Ja. Dat fordert het individualisme, dat fordert het egoïsme, dat fordert de rebellie tegen God. Ja. Dat fordert de 5X van de 5 I's van Lucifer in Jesaja kapitel 12. Mm-hmm. 14, vers 12. Ik verwissel die twee. Van ik ben die en ik ben die en ik ben de most holy of zo. Ik ga dit doen, ik ga dit doen. Me too. De me too beweging, Ja, maar dat is heel belangrijk dat we deze een keer ter sprake brengen. En juist zo oude, oude verhalen in de Bijbel, zoals hier van redelijk van het begin, hè, want dat is Genesis, hè, dat is het begin. Mm-hmm. Hier krijgen we een tweede begin voorgeschoteld. De eerste begin was de schepping, hier was het tweede begin, daar was de schepping al en daar waren ondertussen al 8 mensen. Maar dat is in feite een tweede schepping. Als je dus zo teruggaat naar de basics, naar de basiswaarden daarvan, dan begrijpt ook al eens een keer waar dat leven om draait. Ik bedoel, wat hebben we daar juist gelezen? We hebben gelezen dat God zegt, be fruitful and multiply upon the earth. Mm-hmm. Dat is in het licht, in het kader van vandaag, waar we in deze tijden leven, van de zogezegde globale verwarming. En alles erop en eraan. Waar de mens dus bij wijze van spreken het milieu waarin dat hem leeft kapot maakt, is dat heel belangrijk om daarbij stil te staan. Ja, ja. God zegt ons hier, be fruitful and multiply upon the earth. Hoe noemde dat in Vlaams? Wacht eens, dat is vers 17. Ja, vermenigvuldigt u. Zij overvloedig voortelen op de aarde. Ja. En vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen op de aarde. Ja, dus staat hier anders geschreven. Ne? Hij geeft in feite de bevel aan de mensen. Vermenigvuldig u op de aarde, wees vruchtbaar en vul de aarde met leven, daar dat u overal zijt. Ja. God zegt dus niet dat wij ons moeten samenrotten in een of andere grote stad. Ja? Vandaag de dag met al de megacities die overal ontstaan. Ja? Klopt. Ik heb het maar zo over bijvoorbeeld Tokio van 20, 25 miljoen inwoners, om maar een voorbeeld te noemen. Neem Brasilia in Brazilië, neem Mexico City in Mexico, neem New York City, dat ook met 14, 15 miljoen mensen zit. En ik weet niet welke steden je nog allemaal kunt gaan opnoemen. En dat zijn alleen maar de grootste voorbeelden op dit moment, maar het wordt meer en meer. De urbanisering is weg, ja? Dus de stad omgevende land wordt ingesloopt, wordt geusurpeerd door de stad. De stad groeit altijd maar uit. Dat landleven wordt minder en minder. Mensen gaan allemaal alleen maar nog naar een stad gaan verhuizen. En in een stad leef je ganz anders als op het land. Daar moet je wel nu iedereen toegeven. Ja. Ja? En God beveelt ons hier om heel de aarde te bevolkeren en vruchtbaar te zijn op de hele aarde. En met deze globale verwarmingsagenda gaat in feite ons gezegd worden van die mensen die deze agenda leren, en daar weten we ja wie dat is, dat God in feite een domme God is. Ja. Want die voorziet niet voldoende sourcen, voldoende bronnen voor ons om te overleven. Mm-hmm. Want
met zoveel mensen als we zijn en zoals we leven, het water is slecht, de lucht is slecht, het eten is slecht, olie raakt op, energie is, kunnen we niet maken, en zo verder, en zo verder, en zo verder. Allemaal van die leugens, om dat op die mensen te indoctrineren. Ne? Ja. En ik kan niet zeggen dat zulke megacities niet echt overleefbaar zijn, dat kan ik niet zeggen, maar die mensen moeten daar ook niet gaan leven. Weet je, we leven vandaag de dag met bijna 8 miljard mensen op deze aarde. Weet je dat die allemaal in Australië zouden kunnen wonen, iedereen een schoon stuk grond kan hebben, ja, ja. En dat we elkaar niet op de voeten lopen? Ja, klopt. Australië alleen maar, hè? Die aarde is zo groot, maar ze doen dat altijd zo alsof dat allemaal zo klein is. En vooral, ze verkleinen God hierbij. En ze gaan in tegen dat gebod van God. En dat is nu één ding waar we daar hier nu over praten. Ik zal er ook niet al te ver over uitweiden, want als we naar Babylon komen, wat ja nog komt, ja, ja, hebben we datzelfde terug. Van die eerste koning, die, bij wijze van spreken, daar de eerste stad bouwt. Hè? Dus... Ja. Ik vind dat heel belangrijk, even een keer bij stil te staan. God geeft de mens het bevel, kom uit de aarde eruit, verdeel u over heel de aarde, wees vruchtbaar, vermenigvuldig u en de dieren. En ik ga wel daarvoor zorgen dat je alles hebt om dat te kunnen doen ook. Ik zag vandaag op internet een foto van een billboard, een reclamebord in Londen. En daarin werd opgeroepen om aan mensen om zich te steriliseren. Daar stond zoiets als, vind je het ook zo dat de stad zo overbevolkt is? Laat jezelf steriliseren. En dan heel grappig, er waren cartoonfiguren bij getekend op dat billboard. En die hadden allemaal een blanke huid. Dus het was vooral gericht voor de blanke mensen om zich te steriliseren. Ja, die moeten ook uitsterven. Hè? Ik heb daar juist gezien, daar is juist van Dabu ook een video binnengekomen. Ik ben erop geabonneerd. Ik kijk 95% van die video's niet die hij upload. Mm-hmm. Maar ik heb daar juist eentje gezien. En de titel is Heads Up. They are now openly calling for population control. Nu weet ik niet waar. Ik heb het niet gezien. Dat is alleen maar de headline. Hè? Ik kan dat hier even in Skype met jullie delen. Dan kunt ihr dat ook eens een keer zien als je wilt. Ja, ja, ja. Dat is dus die e-mail die ik daar juist gekregen heb. En zo zijn ze dus bezig, hè, op deze aarde. Hè, om ons te indoctrineren met dat. Je moet naar beneden scrollen, denk ik. Okay, in dat chatvenster hier was wel juist, maar je moest naar beneden scrollen. Oh, ik heb het chatvenster. Ja. Nu naar beneden scrollen. Ik heb het er juist doorgestuurd. Daar is het toch. Daar is YouTube. Daar is het. Oh, deze is het. Oh, oké. Okay. Ja, YouTube. Ja. Daar is hem. Dat is die link. Ik heb dat video nu niet gezien, maar dat is toch weer een perfect voorbeeld voor wat jij nu ook juist zegt. Ja, ja, ja. We moeten ons steriliseren en dan in verband met de... De overbevolking. Met de overbevolking en met dat we te weinig eten hebben, moeten we onszelf gaan eten. Daar is deze Zweedse zogenoemde wetenschapper die cannibalisme wil invoeren. Daar heb ik juist met Maximilian een video over gedaan in onze evolutieserie daarover. Hè? Ja. En dat is allemaal alleen maar om God te spotten. Hè? Over niks anders gaat het. Hè? Ja. Dat is spot drijven met God. Totaal met je eens. Zeggen tegen de mensen van, uw God in die je gelooft is een stomme God, want die kan nog niet eens voldoende middelen voorzien om ons in leven te houden. Mm-hmm. Wij mensen moeten daarvoor zorgen en als je ons daarvoor laat zorgen, dan komt wel alles in orde. Dat zeggen ze. Die denken dat is een bewijs dat er geen God is en als er een God is, dan is die incompetent. Ja. Ja. Ja, op deze precies manier. Ja, het is... Dat had ik dan ook, laatst ook weer iemand, zo'n van die atheïsten, en dan over het bewijs van God of zo. En die heb ik dus onder de neus gewreven. Van ja, moet je goed luisteren. In 1781 heeft Immanuel Kant in zijn kritiek der reine vernunft duidelijk gemaakt dat een God zoals de God van de Bijbel, zoiets, moet er zijn. Ja, dus hij heeft niet bewezen dat de God van de Bijbel, dat die er moet zijn, maar zoiets als de God van de Bijbel.
Letterlijk, zegt Immanuel Kant. Nou nee, dat zegt hij niet zelf, daar komt Schopenhauer mee. Schopenhauer zegt, de oorzaak van al het materiële ligt in een ding. Kant noemde dat het ding, op, ding aan zichzelf. D-A-S, dat is een Duitse woordgrap. Das. En Schopenhauer heeft dat woord das vervangen door het woord wil. Wil. Nou, dat is dus... De wereld is gewild door een wil. Die wil heeft het veroorzaakt en iets anders. Dat kan niet. Hè. Schopenhauer heeft dat keurig afgeleid uit het begrip DAS van Kant. En Kant heeft het begrip DAS keurig afgeleid uit het feit dat onze kennis van het materiële, dat is begrensd. En aangezien je dat zeker weet dat die kennis begrensd is, moet dus de oorzaak van de materie liggen buiten de materie. En dat kan dus alleen maar zijn zoals in de Bijbel staat. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Zoiets moet het zijn. Het is geest die materie schept. Ja, precies. Zo is het. Ik heb een groot probleem met Schopenhauer, want ik ben een beetje opgegroeid met Schopenhauer. Oh ja. In mijn familie. Mm. En ik hou absoluut niet van Schopenhauer, maar ik denk de bedoeling is dat je moet het niet God nennen als je een atheïst bent, maar je moet toegeven dat er is een manier van intelligent design. Ja, da ja, moet intelligentie. Dat noemen we theïsme van de vrijmetselaar. Ja. Je moet geloven dat er een God is, dat er een schepper is, en bij wijze van spreken een Gautu, Great Architect of the Universe, maar noem hem zeker niet de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Precies. Daar komt de Bijbel dan mee. Exact. Ja. Maar dan nog al die mensen die dus atheïstisch zijn en zeggen dat er niet zoiets is wat je niet kan begrijpen. Die mensen die spreken onzin. Want er is wel degelijk iets dat je niet kan begrijpen. De kennis van God, theosofie, dat is die andere kant. Dat zeg ik ook niet dat er is. Hè? Dat is alleen maar onzin. De God van de Bijbel, dat vind ik er eentje om rekening mee te houden. Als je niet in God gelooft, of als je niet gelooft dat er een God is, dan geloofde je dat er niks is. Dat is ook een geloof, hè? Ja, en dat slaat nergens op. Ja, dan geloof je dat je van een steen geboren was. Ja, precies. Ja. Dan stam je van de atomen af of zo. Dat uit het niets alles ontstaan is. Ja, exact. Kom, we pakken nog een paar versen. Georges Lemaître, die Belgische jezuïet die in de 20e eeuw de Big Bang uitgevonden heeft. Oké. Ik vind het ook heel interessant dat op die ark van Noah en zijn familie, daar wordt gesproken van alle dieren. Ja. En er wordt niet gesproken van de planten. Dus daar wordt gesproken van living creatures. Ja. Daar heb je ook een bewijs dat die dieren toch heel belangrijk zijn. Daar heb je weer al een keer een bewijs dat planten geen levenwezens zijn. Ja, dat bedoel ik ook. Ja. Weer al iets. Het is de eerste bewijs daarvan dat planten geen levende wezens zijn, heb je al in de eerste dagen van de schepping. Ja, want als God alle dieren geschept heeft en de mens geschept heeft, heeft toen gezegd van ik geef u alles groenspul voor te eten. Ja. Daar was geen dood in de wereld. Ja, en ze hebben en ook ik kan ja wel niks levens gaan opeten. Dus als ik die planten moet gaan eten, kunnen die planten niet leven. Hè? En hij spreekt hier van alles levende, dus alles wat mee op de ark was, gelijk daar Michael precies zegt. Ze hebben niet van alle planten een zaad meegenomen, hè? Ja, dat klopt. Dus die planten gingen er, alhoewel dat deze vloed op de aarde was, die gingen er wel terugkomen, hè? Als die niet van zich overleefd hebben, bij wijze van spreken, wat ze niet kunnen, als ze in de eerste plaats geen levende dingen zijn, dan zullen ze wel terugkomen, daar zal God wel voor zorgen, hè? En de meeste zaden trouwens, als niet allemaal, ik ben daar nu ook niet zo bevandeld in, maar die zaden zijn toch sowieso allemaal dood. Die komen toch pas terug door levend door een bepaalde manier van ingeplant te worden en water te krijgen. Alles erop en dan, zaad is toch dood, hè? Dacht ik. Uit dat
uit die dood komt terug leven. Hè? Omdat God die dat leven daarin geeft, bij wijze van spreken. Of die existentie dat terug ingeeft. Hè? Nee, dat is een heel belangrijk punt die Michael hier aanhaalt. Planten leven niet. Planten zijn geen levende dingen. Ja? Dus de volgende keer als je in het bos gaat en je omarmt een boom, wees maar zeker, die maakt dan niet uit of dat je die omarmt of niet. Die weet dat niet. Die leeft niet, die voelt niet. Nee, ja? Nou, je hebt er zo van die tree huggers, hè? Ja. Er is zelfs een vrouw geweest en die wilde trouwen met een boom. Die wilde trouwen met een boom, ja. Oh. Voor de echte grote gekkigheid moet je toch bij vrouwen zijn, hoor. Maar mannen kunnen er ook wat van. Ja. En ik denk ook als die dieren niet juist zijn als God de Vader hem gemaakt heeft, gecreëerd heeft op de zesde dag voor die mens was gecreëerd. Zou dat hem ook niet op die ark geplaatst heeft. Ja? Die hele creatie met een levend ziel, die is goed. En in die, bijvoorbeeld de mens, is heel goed. Ja. Dus ik denk ook dat het een onderwerp is. Also voor mij bijvoorbeeld, want ik heb dieren hebben een heel grote plaats in mijn leven. En voor mij is ook belangrijk dat ik zie, God de Heer heeft verteld, Noah, maak een ark en neem die dieren mee. Mm-hmm. Ja, die neem je niet mee, damit je wat te eten heeft, want je zult het eten van planten. Maar neem die mee, want die moet ik niet nu alweer scheppen, ja, want die is oké van die creatie, die is oké. Okay. Ja. Daar heb ik geen last van, daar is geen zonde drin, ja. En ik ben daar heel blij met die Ark van Noah, want je ziet ook, op een andere, als je daar kijkt, van die hele creatie, van de hele mensen die God gezept heeft en die op dit moment op die erde was, bevor die zinvloed kwam, ja, was er helaas 8 mensen, die overleven mochten, ja. Durften, ja, durften. Ja. En mochten is juist, ja. Ja. En ik weet niet hoeveel mensen daar was op dit moment, op die aard, op de aarde. Ja? Maar ik stel me voor hoeveel mensen dat op dit moment, in 2019, op de 5e november, remember, mm-hmm. 5th of november, ah, ja. The Gunpowder Plot, A Day Never To Be Forgot, hoeveel mensen dat mochten zijn. Ik denk ook niet veel. Niet veel. Ik weet niet of ik daarbij ben, ja. Maar ik denk dat is in iedere keer 2350 jaar voor Christus of nu heel, heel weinig mensen. Die het risico hebben gekozen en hebben gezegd, ik ga op die ark, ik verkoop alles wat ik heb, ja, ik start een heel nieuw leven en ik vertrouw op God. Ik denk dat zijn heel, heel weinig mensen. Ja. Heeft Jezus niet gezegd, als ik terugkom, zal ik er wel geloof vinden? Dat verstond ik niet. Wat zei je, Jurk? Als ik terugkom? Jezus heeft die vraag gesteld. Als ik terugkom, zal ik wel geloof vinden op deze aarde? Ja. Ja, zeg toch genoeg, hè? Over hoeveel mensen daar daadwerkelijk zijn. Mm-hmm. Het is een zeer nauwe deur en een zeer nauw pad. Ja. Dat leidt tot verlossing en het eeuwige leven. Ja, dat is zo. En er zijn niet veel... De meeste mensen... Ze hebben er geen gevoel voor. Hoe zeggen ze dat? Velen zijn beroepen, maar wij zijn gekozen. Hè?
Weinigen zijn gekozen, ja. Weinigen zijn uitverkoren. Of uitverkoren, ja. Kijk, daar verstaat iedereen, als je dat zegt, dan verstaat iedereen van, ik kan niet zelf kiezen. Mm-hmm. Ik ben uitgekozen, ja. Snap dat dan eindelijk eens. Jij kiest God niet, God kiest jou. Ja. Ah, ja. Dat enige wat je kunt doen is op je knieën vallen en hem daarvoor danken dat hem jou gekozen heeft. Wees daarvoor dankbaar. Niks vrije wil, niks ik kies God en ik zeg vaarwel tegen de wereld. Mm-hmm. Nee, je zegt vaarwel tegen de wereld als God u gekozen heeft en deze wereld getoond heeft zoals het daadwerkelijk is en je niks daarvan moet hebben. Ja, en dan kijk je naar video's van Ray Comfort, hè? Nee, ik meen, wat is de zin daarin, dat jou op de straat gaat en vreemde mensen vraagt, wat hou je van God? Nee, dat vind ik nu niet verkeerd. In de Bijbel staat ook geschreven dat we in de wereld moeten gaan en het evangelie aan elke creatuur moeten gaan leren. Dat is wel correct. Wij weten niet op voorhand wie gekozen is en wie niet. Ja, en ja, je weet precies niet welke vonk iemand nodig heeft om wakker te worden en juist naar het geloof te kunnen komen. Wat Ray Comfort doet met zijn Living Waters Ministry, hè, dat is een bedrieger van je welste, hè. Ja, ik zeg het je maar, dat is een bedrieger van je wel. Je moet echt waarschuwen voor zo'n mensen. Mijn punt is dat niet hij, Ray Comfort of wie je daar uitnoemt, uitkiest, dat doet naar God te trekken, maar God zelf. Ja? Dus jij bent het in ieder geval niet. Die jemand rettet, ja, bist du nicht. Dat is waar. Dat zijn wij niet, maar we zijn een medium. Ja. We zijn dat medium, om een keer een idioot woord te gebruiken. Ik weet, Michael, dat heeft een dubbele betekenis bij jou. Ja. In lack of better words, zal ik maar zeggen. Ja, ik mis gewoon een beter woord om dat te gebruiken. God gebruikt de zijnen om de zijnen te vergaren. Ja, ik ben 100% ben ik bij. Hè. Jij moet de gospel naar iedere levende creatuur brengen, ja? Mm-hmm. Predigen. Ja, dat is juist. Ne? Maar jij bent het niet. Het is niet de mens die de andere mens naar God brengt. Het is God die jij uitkiest, ja? En die mensen uitkiest voor de Nieuwe Jeruzalem, wie immer jou dat noemen wil. Mm-hmm. Ja? Je kent toch het verhaal van Jezus van de zaaier, nietwaar? Mm-hmm. Waar dat hem de zaad laat vallen en sommige zaden valt in distels, mm-hmm, en sommige valt op een steen, en sommige valt op dit, en sommige valt op dat, en sommige valt op vruchtbaar grond. Ja. En als hij ons uitzendt het evangelie in de hele wereld te vertonen, dan zijn we niks anders aan het doen als deze zaad uitzaaien. Maar het is schot die bepaalt op welke grond die zaad valt. En hij, en zo staat het in de Bijbel geschreven, and God gives the increase. Dat wil zeggen, en God zorgt ervoor dat deze zaad opgaat en dat er iets uitkomt en dat deze zaad goede vrucht gaat dragen. Ja. En daarom staat geschreven, aan hun vruchten zullen ze herkennen. Dat is voor mij niet eenvoudig dat op Nederlands te formuleren. Ja. Ik heb je graag, jong. Dat is de punt. Ne? Jij kent het proberen en je kunt het doen en je moet het ook doen. Maar je moet het ook rustig zijn en zeggen, oké, misschien lukt het niet op de eerste keer, misschien lukt het niet op de tweede keer, maar misschien lukt het in 10 of 20 of 30 jaren. Ja, misschien lukt dat ook als ik en jullie en ik niet meer hier zijn en dood zijn. Mm-hmm. Ja, misschien lukt het dan als iemand vreemd, Perry, vreemd naar jouw uitzending luistert, ja, in 2065 en zegt, dat Perry en dat Jörg en dat Michael, dat is aber heel interessant. Dat is de punt die ik heel leuk vind. Als je maar bijvoorbeeld Martin Luther neemt als Beispiel, hoeveel mensen hij wakker gemaakt heeft, en geleerd heeft en de Bijbel in bijvoorbeeld Duits kennis maken. Ja? Dus op dank van Martin Luther. Ja? Dat is zijn beroep. Dat is zijn Lebenswerk. Ja? Ja,
Ja, natuurlijk. Ja. Ik heb deze namiddag nog een gesprek gehad met een Duitse vrouw die haar kind weggenomen werd door een jeugdamt en dat dan in heim in een tehuis gestoken werd en alles, voor jaren. En die wist mij te vertellen dat die directeur van dat ene kinderheim waar haar kind in gestoken was, die directeur daarvan, die was een lid van de Tempelridders. Daar heeft ze mij een link gestuurd van de website en dan heeft mijn computer mij 25 miljoen keer gewaarschuwd, niet op die site te gaan en bla bla bla. Ik heb dat allemaal geïgnoreerd, ik ben nog op die site gegaan en dan ben ik op die site terechtgekomen van tempelorden.de of zoiets in die Richtung. War dat die Menschen beweren, dass sie die rechtsträgste Abstammelinge seien von der in der 14. EU verboten Tempeliers. Ja, ja. Mhm. Ja? Ja, ja, das ist eine populäre Ideologie, ja. Ja, das ist auch eine interessante Website, aber als ihr dann weht, dass so ein Mensch der Direktor ist von einem Kinderstehaus, en ik had dan eventjes met haar gesproken en zij is dus niet gelovig, allicht tot nu toe nog niet. dat is mijn hoop tenminste. Dat we dan beiden zijn, dat zij ook zijn van ja, deze wereld, daar is nog heel veel Satan in de wereld. Ja, als je Satan hebt, dan moet je de andere kant ook hebben, hè? Ja. Hoe kan het zijn dat zoveel mensen toegeven dat deze wereld satanisch is, slecht is en duivels is en ze gewoon die andere kant niet willen leren kennen? Dat vind ik verbazingwekkend. Ja. Je wordt daar dagelijks met de duivel geconfronteerd. En in plaats van dan te zeggen van, ja goed, als dat de donkere kant is, laat me dan ook eens een keer de lichte kant zien. Dan gaan ze niet. Dan hebben ze schrik. Ja. En ook als je toegeven dat daar een devil of een satan is. Ja, de satan is een geest. Ja. Ja? Mhm. Als je dat toegaan dat daar satan is, dan geven ze toe dat daar een geest is. Want satan is geen... een normale figuur, geen normale mens of zoiets, geen mens in zwarte kleding of zoiets, man in black of zoiets. Ja? Mm-hmm. Dus dan moeten ze toegeven dat daar wat anders is, een andere dimensie, ja? als een gewone mens. En ik denk dat is een heel belangrijk punt. Ja, we moeten dat misschien eventjes zeggen voor de jongeren onder ons die hier misschien een keer toekijken en die zo die televisieserie Lucifer aan het kijken zijn. Die zeggen van, ja maar Lucifer, dat is toch een duivel, dat is toch een mens. Zie daar in die serie, dat is toch een mens. Dat is juist het verkeerde aan zo dergelijke leren, aan zo dergelijke Hollywood dingen en alles. Dat wordt allemaal verkeerd dargesteld. Satan is een gevallen engel. En die engelen die met hem gevallen zijn uit de hemel zijn ook allemaal gevallen engelen, zijn demonen. En dat zijn geestwezens, dat zijn geen materiële wezens gelijk wij. Ja? Wij kunnen ons niet geest maken en die geesten kunnen zich niet manifesteren in vlees. Het enige wat ze kunnen doen is ze kunnen vlees in bezit nemen, bezitten. Dat kunnen ze doen. Ja. En dat doen ze ook. En dat staat zelfs in de Bijbel geschreven. En die kunnen ook terug uitdrijven op de juiste manier. Niet door een kruis voor te houden, maar door de Bijbel voor te houden en in de naam van Jezus Christus de duivel uit te drijven. Dat kun jij doen. Maar zo leren gelijk in de televisieserie gelijk Lucifer en zo van die soorten, of gelijk een dingen, Devil's Advocate. No, The Devil's Advocate met die ene acteur daar. Oh, hoe noemt hij dat? Keanu Reeves is de jonge en die oude, dat is daar die... Pacino? Die Italiaan, hoe noemt hij dat weer? Pacino, ja, El Pacino. Ja. Hè? Die den duivel daar speelt, bij wijze van spreken. Hè? Dat is allemaal Hollywood. Hè? Ja. Daar wordt de duivel, bij wijze van spreken, als iets materieels voorgesteld, als een figuur voorgesteld. Ja? Dan vind ik zo films als... niet Training Day, dan met Denzel Washington. Die film begint met I Wanna Tell You About the Time I Almost Died. Fallen. Met Denzel Washington vind ik dan veel beter, want die gaat over een geestwezen spreken daadwerkelijk. Hè? En daar gaat hem altijd een of ander dingen bezitten. Ofwel gaat hem een dier bezitten om dan over te springen naar een mens of wat dan ook. Maar die moet dus ergens een levend wezen zijn met zijn geest om existentie op deze aarde te kunnen gaan hebben. Ja. Maar ik wil ook niet over die Hollywood dingen doordrammen en al. Dat is gewoon een punt. Ik ken ook een film, daar is dat zo met die geest. Dat is met Kyle MacLachlan, die de hoofdrol gespeeld heeft in Twin Peaks. Mm-hmm, die je kent. Mm-hmm. Dat is de film The Hidden. Ja, dat springt die geest ook van een vrouw naar een hond. En dus, ja. Ja. Ja, en daar wordt het dus echt voorgesteld gelijk. Het is dat zijn geestwezens. En
Satan is een geestwezen en kan zich niet manifesteren als een persoon. Kan hem gewoonweg niet. Ja? Nee. Nu hebben we wel gezegd, iets gezegd, iemand die opleidt, zegt van ja, nu spreekt die Jörg zich, want die heeft toch gezegd, geest schept materie. Ja, dat is juist. Maar de geest van Satan, hij is zelf een geschept geest. Hij kan niks scheppen. Alleen God kan iets scheppen. De geest van God kan materie scheppen en geen ander geest kan materie scheppen. Een gevallen engel, een ware engel, laat ons maar zeggen, een engel uit de hemel, zoals bijvoorbeeld die artsengels, die hebt je daar Michael en Gabriel en hoe nog? Raphaël. Raphaël, die drie, die kunnen niks scheppen. Ja? God alleen kan scheppen. Andere geestwezens kunnen niks scheppen. Satan kan ook niks scheppen. Satan kan alleen door die mensen, die hij met zijn geest bezet, of zijn hulpen, zijn gevallen engelen, die andere mensen bezetten, die kunnen iets in zijn opdracht maken. Maar scheppen kunnen ze ook niks. Nee. Ja? De mens kan helemaal niks niet scheppen. Dat enige wat de mens kan doen, is iets wat reeds bestaat in een andere vorm ineenzetten en daaruit iets maken wat in deze vorm tot nu toe nog niet gezien was. Ja, dat kunnen moet, we doen. Moet, maar we kunnen niks nieuws scheppen, we kunnen geen nieuw materiaal scheppen. Ja, bijvoorbeeld met die taal van Lucifer, die nu Satan heist, noemt. Ne? Dat is toch heel logisch, want als Lucifer een God was, ja, warum, ja, ist die alte Himmel geschraubt worden? Ja? Das kann nicht. Ja, hier kann kein Gott sein. Nein. Ja, das ist so deutlich. Die Menschen, die denken, oh ja, als ich alles vor Satan tut, dann hat es mir prachtig auf diese Welt. Ja, ihr habt dann einen Pakt, ja, ihr habt dann einen Absprach und ihr müsst mit jou Leben bezahlen, ja, das ist die Absprach. Ne? Das Problem ist, dass du sehr viel falsche Ideologies entfaute hast, bijvoorbeeld mit Goethe. Ja? Goethe hat geschrieben in Tragödie, Faust, Dr. Faustus und Mephistoles, ja, der Teufel in Person, ja. Und da sind so viele Faute drin in dit Verhal, und hele viele Menschen denken, ah, oh, die Goethe, ja, die was in Illuminati Orden von die Alan Weishaupt und dies und dit und dat und ein heel intelligente Mensch und so ist, und die hilft, das ist ein Tal ist da, das ist nicht Fakt, ja, das ist ein Verhal ist da, das ist Märchen, Fairy Tale. Ja, Sprokjes. Ja, das ist ein Fairy Tale. Sprokje, das ist ein Sprokje, ja, da sind so viele Fauten drin. Ja, das hilft mir selbst sehr verrast, als ich da nachgekeken habe von Lesing mit Jörg. Hey, das kann nicht sein, dass so ein openbare, intelligente Mensch von Goethe so viele Fautis da drin heeft. Maar ich weet nur nicht, ist die bedrogen of vorsätzlich? Also, mit Opzet. Mit Opzet. Ja? Ich hab keine Idee. Ich kenn Goethe nicht so gut. Maar dat is ein Vorbild für Römer 1,22. Ne? Omdat ze zich voor wijze hielden, zijn ze tot narren geworden. Ja, en dus heel veel mensen denken, ah ja, die Goethe, die is zo intelligent, en dan doe ik deze en dan ben ik veilig en zo. En dat is heel, heel fout. En die mensen zijn in gevaar. En dat is ook dan een ding, dat is Goethe's fout, ja. En daar is hij zuständig und verantwortlich für. Sich altgebende Vorweisen sein sei dwaas geworden, nun das in ja. Okay, ja. Ja, ey, also 100 ja. Menschen fragst in Deutschland, ja, wie viele Menschen sagen dann, dass Johann Wolfgang von Goethe ein sehr, sehr intelligenter Mensch war? Ja, ich denk 95? Mehr dann 90, ja. Ja. Mehr dann 90, ja. Ja. Dus zo'n Nederlands taalgrapje, dat die man die heet eigenlijk goed, hè?
Ja, dat is goed, ja. Ja, dat kun je alleen als Nederlander opbrengen. Ja, 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 ja. Karel heeft een liedje gemaakt en die heeft... Goethe was goed. Goethe was goed, ja, ja, ja. 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 Man, der konnte rijmen. Ja, ja, genau. Anyway. We zitten tegen het uur aan volgens mijn klokje. Mm. Is het alweer zo laat? Ja. Ja. We zijn, nou, ik vond het eigenlijk dit vond ik een hele leuke, dat we lekker de Bijbel erbij hadden. En met de Bijbel in de hand en de woorden die daar staan, onze gedachten laten dwalen en het hebben over de maatschappij van nu. Ja, dit is in feite gelijk een Bijbelstudie moet zijn. Wij meten wat in deze aarde is aan de Bijbel. En we nemen de Bijbel tot hulp om deze wereld zoals ze is te verstaan. Ja. En daar was deze discussie, deze debat die we vandaag hielden, heel goed voor. En eigenlijk zou het elke keer zo moeten zijn. Ja, want ja, alleen maar versen uit de Bijbel lezen, daar worden niet slim van. Nee. Maar als je dat toepast op de wereld van hier en analyseert, gelijk dat wij gedaan hebben met de emancipatie en al die dingen en de planten die niet leven en de dieren die ook belangrijk zijn, gelijk Michael zei, zo van die dingen allemaal. Ja. En als we dan op dat antichristelijke systeem komen en die verkeerde leer van materie en geest en dergelijke dingen meer zoals er in de wereld is en dat een keer opdekken, dat vind ik persoonlijk ook een heel positief ding. En zo is Bijbelstudie heel plezant. Ja, hartstikke goed gelukt. Hey, hartstikke bedankt, Jurk. En jij ook, Michael. Reuze bedankt. Ook voor je bijdrage met de associaties die je erbij had. Ja. Graag gedaan. Hè? Ja, hey, super. Nou mensen, ik ben ook reuze tevreden. En tegen jullie zeg ik op zijn hamburgers tot de volgende keer natuurlijk. En op zijn hamburgers zeg ik tjus.